Niels, jullie hebben wat bier over, is het niet? Ja, dat klopt, ja. Ja, de hoe de Koningsdag, dat? We hebben nog wat bier van Koningsdag over. Het was iets kouder dan, dan voorspeld, nee, dan verwacht. Ja. En dan, waar moet ik dan aan denken? Hoeveel heb je over? Een paar honderd liter. Oké, <Okay. laughs> dan ben je inderdaad flink blijven zitten, ja. Ja, ja, klopt. Maar wat ga je daarmee doen? Dat gaat allemaal door de gootsteen, denk ik. Sterker nog, het werd van de week al opgehaald door Grols. En daar vroeg ik ook aan de jongens, wat doen jullie daarmee? Ja. Die zeiden inderdaad, dat doen we in Groenlo door de gootsteen. Toen zei ik, mag ik hem dan misschien een weekendje de tank laten staan? Ja. En dan gaan we een ludieke actie doen met Ajax zometeen. Oh ja. Ja. Ja, het is nu beter bier weer. En er is inderdaad met voetbal is er veel aanleiding om wat biertjes te nemen. En hopelijk is het dan ook meer dan aanleiding door het spel van Ajax om dat allemaal te gebruiken. Je bent ermee blijven zitten. Je hoopt vanmiddag los te raken. Ja, hoe ga je dat inzetten, Niels? We beginnen straks om 2:30, zeg ik uit mijn hoofd, met de wedstrijd. En dan is de bierprijs gewoon de standaardprijs die we altijd voeren, 2,5 euro. 2,5 euro, ja. En bij elk doelpunt van Ajax gaat er 50 cent vanaf. Oh, oké. Okay. Dus in het eerste geval wordt het 0 euro als het 5-0 voor Ajax staat. Ja, als het bij een snelle 5-0 voorsprong van Ajax is het bier gratis. Is het bier gratis, oké. Okay. Ja. Nog meer aanleiding om te juichen en het in de gaten te houden. Ja. En dan gaan we naar het Haarlemse Café De Vijfhoek. Waar zitten jullie ook alweer? Wij zitten in de Wolstraat 20. Ja. En dat is, het is in de wijk De Vijfhoek, vlakbij de Botermarkt. Ja. En we zijn een heel klein buurtcafé. En ik zag net de melding ook op RTV Noord-Holland voorbij komen. En jullie bellen nu. Ja. Dus ik hoop niet dat ik een actie heb gestart dat er straks 2000 man voor de deur staat. Nee. Wij kunnen ongeveer 50 mensen hebben. Ja, dan moet je nog bij gaan bestellen, Niels. In het eerste geval. Nou, dat zal wel meevallen. Dat zal wel meevallen. Ja. Als ik over 2 minuten kom, krijg ik dan al een biertje voor 2,50 euro? Of is dat nog niet zo? We zijn nu nog druk in de voorbereiding. Ja, wanneer ga je open? Ook om 2:30. Dus we zijn, het is allemaal laatste moment werk. Ja. Dus we zijn hier druk aan het inrichten. En over een uurtje kunnen we open. Helemaal tegelijk met de wedstrijd. Oké, we hopen op een goede wedstrijd. Maar ook weer niet te goed dat jij het bier gratis weg moet geven. Anders gaat het door de goot zijn. Ja, dus dan geef ik het liever gratis weg dat mensen een mooie dag hebben. Ja, hartstikke goed. Niels, ik hoop op heel veel succes. En ik hoop dat je aan het eind van de middag los bent. Dankjewel voor je telefonische reactie. Groeten.